Arena College is een grote, heel erg gezellige school met leerlingen van VMBO basis tot gymnasium. En wij streven ernaar om leerlingen een zo persoonlijk mogelijke leerroute aan te bieden. Dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je meer rekening houdt met de wensen van de leerling. Wat betekent dat je meer moet differentiëren in de les? Wil je persoonlijke leerroutes uitzetten? Heb je ICT nodig? Als hulpmiddel, de docent blijft altijd noodzakelijk. Nou werkt hij, dan ga je naar 2. We hebben op school een stuk of 5 laptopkarren. We hebben ook nog 3 computerlokalen. En op het moment zitten we dus gewoon in de problemen, want ze worden te veel gebruikt. En dus wat dat betreft gaan we volgend jaar starten met device per leerling. Je hebt zoveel leuke tools om de les gewoon veel boeiender te maken. Dat je eigenlijk afhankelijk van het leerdoel dat je hebt, kunt kiezen van naar welke tool ga ik deze les inzetten. Want iedere keer hetzelfde of iedere keer in Kahoot gaat op den duur natuurlijk ook vervelen. We hebben Blendspace Magister, we hebben Google Classroom, Google Drive en daar wordt heel veel mee gewerkt. Vooral met huiswerk en met proefwerken en zo. Leerlingen kunnen zelf kiezen op wat voor manier ze hun instructie willen krijgen. Willen ze die van de docent krijgen, daar hebben we geen ICT bij nodig. Maar willen ze die zelf krijgen, dan kunnen ze een filmpje bekijken. Ze kunnen op de Google Drive een samenvatting vinden. Ze kunnen een toetsje maken. Ze kunnen er van alles mee doen en wij zetten alles voor ze klaar in een online omgeving. Kijk, zie, zoals bijvoorbeeld hier bij hoofdstuk 9. Dat is handig, hè? Ja? Goed, als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Succes! Inzet van ICT betekent voor mij dat ik meer tijd heb om met individuele leerlingen aan de slag te gaan. Ik hoef niet alles klassikaal te doen. En leerlingen die ergens tegenaan lopen, hebben ook meer tijd om naar mij toe te komen. Leerlingen die dat niet nodig hebben, die kunnen verder met hetgene waar dat zij mee verder willen. Mijn werk is wel leuker geworden, want je hebt nog meer één-op-één contact met leerlingen. Je kunt echt rondlopen in de klas en ingaan op individuele vragen van leerlingen. En dat kun je niet als jij je verhaal afsteekt voor de klas. Door het gebruik van ICT zijn leerlingen ook veel zelfstandiger geworden. Ze gaan meer zelf aan de slag en ze zijn minder afhankelijk van de docent. Ik vind het veel fijner lesgeven en ook veel rustgevender. Het gaat vaak over stress ook in het onderwijs. Voor mij is dit een rustigere manier van lesgeven. De uitdaging is natuurlijk wel om alle docenten zover te krijgen. Dat ze ook op dezelfde manier plezier hebben om op die manier les te geven. En dat vereist natuurlijk wel ook de nodige toch wel bijscholing. Ja, je merkt gewoon dat leraren die al heel lang les geven, nog steeds een beetje proberen te neigen naar dat gedeelte. Ik ga voor de klas staan, jullie zitten in rijtjes, 50 minuten en luister maar. Het grootste hindernis is altijd nog het oude denken. Dus als je kijkt naar persoonlijk leren, blijft iedereen het oude denken zitten. Dat is een vast lesrooster, denken in lestijden, denken in lokalen. En dat proberen we langzaam te doorbreken. Over het algemeen zijn er vooral positieve dingen aan het gebruik van die laptops, omdat het gewoon sneller, meer info te vinden en het persoonlijke contact is er ook nog steeds. Dus. Het zijn ook leukere lessen, vind ik, dan waar je alleen maar in een boek zit te kijken en juist ook op zit te schrijven. Dus het maakt de les wel een stuk interessanter. Door gebruik van laptops. Nee. Nee, hè, dat is gewoon gesloten. We hebben hier te maken met weer een zondag met? Een tijdsbepaling. Ja, maar nu staat er wel een keuze. Scholen die ook willen beginnen met persoonlijk leren, die zou ik willen adviseren. Ben niet bang om te experimenteren. Zorg ervoor dat je ook aan bijscholing doet. Volg wat trainingen, cursussen, is hartstikke goed voor je eigen creativiteit. En begin klein. Doe het niet meteen in alle klassen. Probeer het gewoon. Probeer hetgene wat je kent los te laten en probeer eens iets nieuws. Werkt het niet, dan werkt het niet. En dan probeer je iets anders.